Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En we gaan iets leuks doen. Al zeg ik het zelf. Nou, ik ben doodeng. Ja, jij bent echt bang. Ja. We gaan namelijk een boek voor elkaar uitkiezen. Die we allemaal moeten lezen deze week. De komende week, 2 weken. Ja. Even kijken hoe lang we er voor nodig hebben. En de vorige keer hebben jullie kunnen zien, als je de video hebt gezien, dat jij een boek voor mij uit ging kiezen in de boekwinkel. En die moest ik dan lezen. Maar jij hoefde in principe niks te lezen toen natuurlijk. Ja. Dus we dachten, misschien is het nu wel leuk om van boeken die we zelf al hebben gelezen, of dat hoeft niet per se, maar boeken die we hier hebben liggen, voor elkaar een boek uit te kiezen die we moeten lezen. Ja. We hebben elkaar echt helemaal niks verteld over welk boek het gaat zijn. We zeiden al, het kan een boek zijn juist die uit onze comfortzone ligt. Het kan een boek zijn waarvan je juist denkt van, ik denk dat je die leuk vindt. Ja, dat mag natuurlijk van alles zijn. En we hebben heel goed ons mond gehouden. Ik weet echt totaal niet wat jij hebt uitgekozen voor mij. Sterker nog, tot 5 minuten geleden wist ik nog niet welk boek het werd. Dus. Nee. Ja, dus ik vond het ook wel moeilijk, want ja, je hebt een keer een kans om jou een boek te laten lezen. Wat ga je dan, waar ga je dan voor? Ja, dat is wat mij zo bang maakt. Ja, snap ik. Maar we moeten even kijken wie eerst gaat. Ik ga wel eerst voor jou. Oké. Okay. We hebben trouwens allebei een boeksleeve gedaan, zodat we het er makkelijk zo uit kunnen halen. Ja. Moet ik ook even doen van wat ik denk dat het gaat zijn of zo? Dat is misschien wel leuk. Nee. Nee? Want dat geeft misschien dingen weg. Hoezo? Stel jij zegt, oh, ik denk dat ik Harry Potter 1 moet lezen. En het is zo. Dan ga je dat zien aan mij. Oh, zo denk jij. Ja. Oké. Okay. Of haal jij hem eruit of haal ik hem eruit? Haal jij hem er maar uit. Ja? Ja, dat is leuker, denk ik. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Oh, dat had ik niet verwacht. Nee? Nee, totaal niet. Totaal niet? Waarom niet? Oh, wat grappig. Nou, het grappige is, wij hebben eerder een video opgenomen waarin Ewout zijn aanraders ging vertellen. En daar zat dit boek bij. Toen zei ik na het opnemen van die video van, nou, dat boek klinkt eigenlijk best wel leuk, die je het over hebt gehad. Lijkt me eigenlijk best wel een leuk boek. Het klinkt leuk met, het is namelijk een combinatie van comedy en, ja, crime mystery, maar grappig. Tel jij maar waar het over gaat, want jij weet het echt beter. Ja, het gaat dus over de Thursday Murder Club. Het zijn 4 oude mensen die in verzorgingshuis wonen, maar die tijdens hun leven eigenlijk nooit echt iets met elkaar zouden hebben. Althans, dat zou je niet verwachten. Het zijn 4 totaal verschillende types. Maar het enige wat hun in dat verzorgingshuis bindt, is de Thursday Murder Club. Waarin ze dus oude, onopgeloste cases gaan proberen op te lossen. Althans, ze gaan gewoon ermee aan de slag, kijken of ze nog iets kunnen vinden. Maar dan gebeurt er dus van alles rondom het verzorgingshuis. En ja. Leuk! Ik vind het echt leuk klinken. Ik ben heel benieuwd, want ik weet dat het dus een combinatie is van comedy en ja, crime. Ja. En dat hebben we nog nooit gelezen. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar of ik dat ook leuk vind. Of ik dat ook grappig vind. Ik weet dat jij het heel grappig vindt. Het is een serie. Dus eigenlijk hoop ik dat ik hiermee een soort, hè, dat je, dat want ik, we hebben de hele, of, ja, jij hebt we deze hebben serie. Alle boeken ervan die tot nu toe uit zijn, hebben we dus. Ik kan doorgaan als ik wil. Ja, je kan door. Het is wel ook wel leuk, want het is echt van, ik zou dit boek zelf niet hebben uitgekozen. Ondanks dat ik het verhaal heel leuk vind klinken hoor. Ja. Dus dat vind ik wel heel erg leuk aan deze keuze van jou. Ik ben het dus zelf ooit gaan lezen omdat ik het iemand in de metro zag lezen. Echt? Ja. Oh, wat leuk. Ja, dat heb je nooit verteld. Ja, klopt. Oh, wat leuk. Ik vind het dus ook de covers en zo, de serie vind ik ook heel mooi in de kast staan. Ik hoop dat ik het leuk ga vinden, maar ik hoop het ook. Ik heb er wel zin in. Ik wil heel graag het boek nu laten zien dat jij ook gaat lezen. Ik heb hier zo geen zin in. Hoe weet je dat nou? Misschien heb ik wel een crime book gedaan. Misschien is het een keer goed dat ik uit mijn comfortzone ga. Ik heb nu schiet er 1 boek bij me naar binnen. Oh god. Maar we gaan zien of dat hem is. Oké, okay, ik ga op beeld kijken waar de hoes is. Ja. Dit dacht ik niet, maar. Gedaan. Ik dacht One True Loves of zo. Oh, dat nee. Vond je zo fantastisch. Ik denk niet dat je dat leuk vindt. Dit was het tweede boek wat ik wel dacht dat zou kunnen. Zou worden. Ja? Het tweede boek waarvan je dacht? Ja. Dit boek, ik ga even vertellen waarom. Dit is een romance boek. Ewout zou nooit een romance boek kiezen. Nooit. Waarom? Jij houdt er gewoon niet zo van. Jij vindt het ook gewoon. Jij vindt het gewoon niks. Nou ja. Ik laat graag het tegendeel bewijzen, maar ja. Ik zou het niet zelf pakken of zo. Ik heb van jullie bij de vorige video die wij samen hebben opgenomen natuurlijk een paar comments gehad van joh, het zou heel leuk zijn als Ewout een keer een romance boek zou lezen. Omdat we natuurlijk in de boekwinkel waren. Ja. We waren toen in de boekwinkel en toen zaten we bij die romance-sectie, waren we daar. En toen zei je echt bij elk boek, het ziet er niet uit en zo. Waardoor er een paar mensen hadden gereageerd van, het zou echt leuk zijn als je me een keer een romance-boek laat lezen. Ja. En toen dacht ik al van, ja, dat zou zeker leuk zijn. Dus jullie schuld. Nee, want ik had sowieso een romance-boek gekozen, sowieso. En dit boek heb ik op vakantie gelezen. En toen ik dit boek las, toen dacht ik echt van, als ik ooit deze video op ga nemen, ga ik sowieso dit boek kiezen. Het stond al vast. Het stond al vast. Ik heb het gedaan alsof ik elke keer wist wat ik moest kiezen en zo. Maar ik wist 100% zeker dat dit boek ging worden. Het is een romance boek, er zit geen spice in.
So don't worry. Okay. Het gaat over... Het is ook weer grappig. Het gaat over Justin en Emma. Justin die zet op Reddit, weet je wel. Mm-hmm. Zet hij een artikel of hoe zeg je dat, een blogpost. I don't know, een post. Over dat als hij een relatie heeft en het gaat uit, dan vindt zijn ex de ware liefde. En dat is altijd een soort vast patroon geworden. En daar schrijft hij over. En ook andere grappige dingen over zijn leven. Of een beetje set en grappig door elkaar heen over zijn leven op dit moment. Emma ziet er herkenning in en die reageert daarop. Mm-hmm. En zo raken ze in contact met elkaar. En dan gaan ze dus samen daten met de hoop dat het daarna... Dat ze dan ook de ware liefde gaan vinden. Ja. Maar het is dus een grappig boek, maar er zit ook echt wel diepgang in het boek. Okay. Dus dat vond ik heel erg leuk. En ja, ik vind het gewoon... Ik denk echt dat je dit leuk zou kunnen vinden. Nou, kijk, weet je wat me dus eigenlijk nu te binnen schiet? Nou. Ik vind romcoms... Bepaalde romcoms vind ik wel altijd geinig en zo. Dus misschien dat je dat nog moet ontdekken in de boeken. Echt, maar, ja. Mamma Mia. Ik vind Mamma Mia leuk. En nu gaan we weer Mamma Mia kijken. Guilty pleasure. Dat is ja, echt een guilty pleasure. Yeah. En ik denk, als ik een Kieran Bromance boek aan je moet laten lezen, die je leuk zou kunnen vinden, dan is, het is dit het boek. Ik vind het wel grappig, want we gaan dus nu naar het park. Want het is echt super lekker weer buiten. Dus we denken, lekker naar het park, lekker daar chillen. Ja. En lekker een broodje meenemen. En dan gaan we lezen. Maar het is wel grappig dat, ja, mensen verwachten natuurlijk dit. Ja. Maar dit is het. Ik ben zo benieuwd. Ik hoop echt dat ik dit leuk ga vinden. Nou, wie weet ben ik nu in mijn romance era. Romance era. Summer romance. Wat we ook gaan doen, is we gaan elkaar in de tussentijd niks vertellen over wat we van het boek vinden. Helemaal niks. Maar we vinden het altijd leuk om een beetje twist in te gooien. Hè? Dat is echt ons dingetje geworden. Dus we dachten, misschien is het leuk om allebei tot ongeveer 150, 200 pagina's te lezen. Komt 200. En dan geven we jullie een update, maar wel apart van elkaar. Ja. Dus jij geeft hun een update en ik. En aan het einde vertellen we elkaar pas de hoeveelheid sterren en wat we er echt van vinden. Ik weet niet, ik vind het nu al moeilijk als we samen naar het park gaan te lezen. En dan niks te zeggen. Ja, maar goed. Ik hoop dat ik af en toe een beetje hoor giechelen. Maar... ik hoop niet dat ik jou hoor giechelen. Nee. Nou, misschien wel. Misschien wel, je weet het niet. We gaan nu naar het park. Slow. You make this light inside me glow. You're the only one who knows. Halo gaat nu beginnen. Spannend. En ik ook natuurlijk. I get lost in those hazy eyes. I'm in love with these lazy nights. So maybe we can stay back. Even de deur uit, dus dat geeft mij de tijd om het over Just for the Summer te hebben. Want ik ben nu op de helft ongeveer, bladzij 222 van de iets meer dan 400. En tot nu toe vind ik het wel vermakelijk. Het is de eerste romance die ik ooit heb gelezen, dus ik wist ook niet helemaal wat ik kon verwachten. Maar ja, tot nu toe vind ik het op zich wel leuk, maar ik vind het niet heel spannend of zo. Ik zit niet op het puntje van mijn stoel dit te lezen. En het kabbelt wel lekker rustig voort voor mijn gevoel. Daardoor ga ik er ook wel makkelijk doorheen. Aan de ene kant ben ik wel benieuwd naar de andere helft van het boek. Gewoon om te weten of ze nog bij elkaar blijven. En is het, ze leeft nog langer gelukkig. Maar aan de andere kant maakt het me ook niet zo heel veel uit of zo. Ik heb niet super veel bonding met de karakters. Ik vind het wel grappig, maar wat er ook gebeurt, het zou me misschien niet heel veel uitmaken. Dus dat is hoe ik er tot nu toe in sta. Ik hoop dat er nog heel veel spanning gaat gebeuren aan het eind van het boek, maar... misschien is het wel gewoon feel good en is het inderdaad dat ze nog
lekker samen blijven. Maar we gaan het zien. Ja, dat gaan we wel zien aan het eind van de video als ik vertel aan Emma wat ik uiteindelijk van Just for the Summer vind. Het is tijd voor een update. Ik ben nu bij hoofdstuk 44 en dat is op pagina 150. Ik ben bijna op de helft. Ik heb meerdere dingen te zeggen tot nu toe over het boek. Ik weet het nog niet helemaal. In het begin moest ik heel erg wennen, want er zitten best wel veel karakters in het boek. Ik lees heel veel verschillende namen en ik was in het begin heel de tijd confused. Wie is nou wie? Ja, de intro vond ik niet per se lekker vloeien of zo. Dus het eerste deel struggelde ik wel een beetje en ik had niet zoveel zin om dit boek te lezen. Nu zit ik wel er iets meer in en moet ik soms ook een beetje lachen, omdat het inderdaad wel wat grappigs heeft. Soms zitten er gewoon leuke grapjes in en dat maakt het boek wel heel erg leuk en luchtig, ondanks dat het over een moord gaat. Het is eigenlijk alles wat Ewout ook mij had verteld dat het zou zijn. Dus het is eigenlijk een best wel cozy, grappig boek over bejaarden die een moord gaan oplossen. Dat is wel leuk, maar het zorgt er bij mij niet voor dat ik echt denk van ik wil verder lezen. Misschien dat er nog wat spannend in gaat komen en dat mijn mening gaat veranderen. Dat hoop ik eigenlijk, want ik ben echt al heel lang bezig met dit boek. Toen wij de intro gingen opnemen, dat is alweer 2 weken geleden. Ik heb intussen ook een ander boek gelezen voor nog een andere video, dus ergens is het logisch. Maar het is nou niet echt dat ik denk, ik heb zin om dit boek verder te lezen. Ik hoop dat het wel gaat komen, want 1. Ik vind het zielig voor Ewout als ik dit boek niet leuk vind. En ik merk gewoon dat ik er moeilijk doorheen ga en ik wil gewoon het boek uit hebben. Ik heb het idee dat Ewout best wel snel door Just for the Summer heen gaat. Hij is namelijk al tegen 300 pagina's volgens mij nu. En ik ben dus pas bij 150. Ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Ik denk dat hij er wel dingetjes op aan te merken heeft misschien. Want het is wel echt heel anders dan wat hij normaal leest. Maar ja, hij heeft echt niks gezegd en ik heb ook niks over dit boek gezegd. Het enige wat ik wel eens tegen hem heb gezegd is, wie is nou die karakter en wie is die? Dus ik denk dat hij wel door heeft dat ik het verwarrend vind. Dat er zoveel personages in het boek zitten. Dat is het enige eigenlijk. Voor de rest hebben we niks met elkaar besproken. Ik ga nu in ieder geval verder lezen. En we gaan straks weg trouwens. Dus ik ga het in het OV verder lezen. En ik denk dat Ewout dan ook gaat lezen. En over een paar dagen komen we bij jullie terug. Om onze eindbeoordeling te vertellen. Ik ben heel benieuwd. I still remember when we bought that whiteboard so we could write down all the things we'd died for. Sometimes I'd rather die than live a life without you. But I'm still living with the expectation that our love was only on vacation. I couldn't change your mind in time, now he's filling in empty lines on this whiteboard. Oh, on this whiteboard. So that he's writing love letters to you with the same damn pen I used to use on the list of things we used to do. Is it true he's gonna marry? Allebei het boek uitgelezen. En we hebben niks met elkaar besproken. Echt helemaal niks. Nee, dat klopt. Ik weet echt totaal niet wat jij ervan vindt. Ik heb wel echt heel vaak gehad dat ik dacht, ik wil iets tegen jou zeggen hierover. Terwijl ik het aan het lezen was na show of zo. Dat heb ik echt heel vaak gehad. Ik heb zelfs een keer gehad dat ik dacht, zou ik het gewoon zeggen? Maar nee, ik heb niks gezegd. Ik vertel je dan van mezelf. Ik heb je alleen heel veel geholpen met namen en zo. Wie was. Ja. Ik vond het een beetje verwarrend daarin, ja. Maar goed, daar komen we zo bij. Ja. Wie gaat eerst vertellen wat hij ervan vond? Zal ik het eerst doen? Ja? Is dat wat jij wil? Moet ik gelijk sterren zeggen of zo? En dan uitleggen waarom? Ja, maar ik wil wel eerst even raden wat ik denk dat jij, hoeveel sterren jij het gaat geven. Ik vind het heel moeilijk. Het is niet dat ik het zeker weet dat je het leuk vond of zeker weet dat je het stom vond. Ik denk dat je misschien wel kritiek op hebt.
Dat denk ik eigenlijk wel. Ik denk dat je het wel gewoon vond, lekker weg vond lezen en dat wel. En dat je het aan de ene kant leuk vindt, maar ik denk dat er wel iets is wat je misschien weer niet leuk vindt of zo. Je bent zo erg Goodreads dingen aan het lezen en zo. Dat ik denk, er zal vast wel iets zijn wat je niet leuk vindt en waar je gaat zoeken of anderen dat ook hebben of zo. Ik weet niet. Ja. Dus ik denk dat jij het boek 3 sterren gaat geven. Oké. Okay. Maar ik hoop natuurlijk meer, maar ja, we gaan het zien. Vertel maar. Nou, daar kunnen we kort over zijn. Het is niet meer in ieder geval. Het is niet meer. Oké. Okay. Het is niet meer. Wat is het dan? Nou, ik zat echt op twijfelen tussen 2,5 en 3. Maar ik geef het voordeel van de twijfel en dan wordt het wel 3. Oké. Okay. Ja, echt. Sorry. Het spijt me. Hè? Dat had ik echt niet verwacht. Ja. Zo erg. Ja. Nou, ik had wel 3 sterren misschien wel verwacht. Maar lager had ik niet verwacht. Ja, sorry. Wat je net zelf al zei was eigenlijk ook bijna het enige echte pluspunt wat ik van dit boek vond. En dat is dat het lekker weg was. Daardoor ben ik hier snel doorheen gegaan. Ja, want jij was wel snel. Ik ben hier niet snel doorheen gegaan omdat ik zo van het gaaf verhaal aan het genieten was. Nee? Nee. Hoezo niet? Vertel. Ik ben heel benieuwd. Ik ging erin met het idee dat het een soort van leuke, gezellige romcom was. Nee, wat ik heb gezegd, er zit echt heel erg veel diepgang en drama in. Ja, ja. Dat heb je bij heel veel romcoms ook wel een beetje. Ja, oké. Okay. Dus zo ging ik er een beetje in. Maar het enige waar ik invested in was, waren de problemen die in het boek speelden. Dat vond je wel leuk. Leuk. Daar werd ik een beetje invested in. Het heeft me, dat heb ik ook in de update gezet. Toen was ik op de helft ongeveer. Ja. En ik was wel benieuwd naar wat er ongeveer ging gebeuren. Maar het boeide me gewoon niet of ze nou bij elkaar kwamen of niet. Nee, kijk, jij hebt die feeling niet van romance of zo misschien. Het boeide me gewoon niet of ze bij elkaar kwamen. Ik vond dat ze niet hele fijne chemie tussen elkaar hadden of zo. De moment die ze samen hadden, dacht ik, ik voelde er gewoon niet bij. Niet zoveel bij. Maar de problemen die hij in zijn leven had, dat vond ik vooral heel interessant. Ja, de problemen die hij had, vond ik wel interessant. Ja. En ik vond haar irritant. Ik kan ook wel begrijpen, want ik had ook wel, nou dat is wel grappig, aan het einde had ik ook wel een beetje, dat ik dacht van natuurlijk is het allemaal heel erg wat er met haar is gebeurd en zo. Ja. Soms dacht ik echt gewoon, kom op, communiceer nou even, maak het jezelf wat makkelijker. Ja, zij en was dat wel kan je niet echt zeggen, maar ik dacht soms echt, hou eens op met dat gezeik. Ja, ze was aan het einde wel een beetje, ik snap wel wat je bedoelt, dat je echt dacht van, ja, kappen nou even. Ja. Ja, oké. Okay. Ik kan me er wel in vinden wat je zegt. Ik was op bladzijde 300 en toen dacht ik, nou dit had wel het einde kunnen zijn. Ja, dan, het is klaar. Hier nou. Kan je het wel bij. Hier kan en het wel dan bij opeens komt er nog veel meer drama, vind je niet? Echt een beetje wat langdramigere drama misschien. Samenvattend, ik was niet voor ze aan het routen dat ze echt bij elkaar moesten komen. Ik heb me af en toe geïrriteerd aan Emma. Omdat ik gewoon, ik voelde gewoon niet zoveel erbij. De enige keer dat ik echt een beetje invested was, was dat ze haar stamboom een beetje gingen naar. En haar DNA en haar afkomst en zo gingen nakijken. Oh ja. Toen dacht ik, dit vind ik interessant. Heeft ze toch nog meer of zo. Maar verder, het spijt misschien me. Misschien heb ik niet de goede romance gekozen. Ik dacht juist dat je dit misschien leuk ging vinden. Omdat er dus wel echt diepgang in zit. En ik vind zijn verhaal heel erg interessant. Met zijn moeder en zo. En heel erg. Ja. Ik dacht dat je het daarom leuk zou vinden. Omdat er echt wel in allebei hun leven wat speelt. Dat het niet gewoon oppervlakkig is. Maar ik denk dat ik beter een romance had kunnen kiezen. Waarvan ik de connectie zelf ook echt fantastisch vond. En dat je echt denkt van wat een leuke, fijne mensen wilden als bij elkaar komen. Ja. Misschien had ik daar dan toch beter voor moeten kiezen. Maar ik dacht dan dat je dat misschien weer te saai zou vinden. Dus daarom koos ik voor even iets met drama. Maar ik kan me wel vinden in wat je zegt. Ik heb andere romance boeken gelezen waarmee ik meer had van ik wil rooten voor hun. Maar ik vond hem dus echt heel erg leuk. Ook met grappige dingen in het begin en al die sms'jes. Uiteindelijk ging hij ook best wel goed met al zijn issues om en zo. Ja. Aan het eind had hij gewoon allemaal echt dingen op de rit. Ik weet niet zo goed hoe ik het nog verder moet verwoorden, maar het was duidelijk. Het was duidelijk. Ja? Ja, zeker. Dus 2,5, 3 sterren, zoiets. Ja. 2,8 of zo. Ik heb denk ik nog nooit. Ik heb nog nooit een boek onder 3 sterren gegeven. Nee, het is echt totaal niet kritisch. Maar misschien is het ook wel omdat je echt vaak boeken leest die gewoon echt jouw genre zijn. Ja. Dat je toch wel een beetje weet wat je leuk vindt. Ja. Want nu heb je toch wel een boek waarvan je denkt, ik heb het geprobeerd, weet je. Ja, ik heb het geprobeerd en ik vind het super leuk dat je die boek hebt gelezen. Ik had een andere keuze te maken, maar dat weet je nooit van tevoren. Misschien zeg ik straks ook wel hetzelfde hierover. Je weet het niet. Nou, dan gaan we door met The Thursday Murder Club. Wat denk jij wat ik ervan vond? Nou, ik ben dus wel een beetje bang, omdat als het een laagcijfer is, voel ik me een beetje persoonlijk aangevallen. Hoezo? Omdat ik die hele serie heel erg leuk vind. Ja, maar schat, ik heb dus ook 5 sterren gegeven. Ja, oké.
Ja, ja, okay. Dat maakt het niet uit in principe. Maar wat denk je dat ik van, wat ik ervan vind en hoeveel sterren ik het ga geven? Ik denk tussen de 3 en 4, maar dan, ik denk 3,5 dan. En is er nog iets anders wat je denkt dat ik ervan vind? Of ik, dat ik, is het gewoon? Ik denk dat je het heel verwarrend vindt met al die karakters die erin zitten. Dat het daardoor het verhaal zelf moeilijk te volgen is. Dat we een iets andere smaak qua genre hebben. Waardoor ik dit veel leuker vind dan dat jij dat zou vinden. Oké. Okay. Zou ik maar zeggen? Een video. Cliffhanger. Ja. Zal ik maar eerst een ster zeggen of wat ik ervan vind? Doe maar een ster gewoon. Oké. Okay. Ik geef het evenveel sterren als jij het geeft. Echt? Dus 2,5, 3 sterren. Ik zei gisteren, ik was gisteren met Merel en toen zei ik tegen haar, eigenlijk wil ik het lager dan 3 sterren geven, maar ik vind het zielig, dus ik geef 3 sterren. Maar ja, jij doet ook 2,5, 3 sterren, dus ik doe dan ook hetzelfde. Nee, maar ik snap wel dat je het leuk vindt, oprecht. Alleen, ik merkte al heel snel dat het niks voor mij was. Toen ik begon, moest ik echt even wennen aan inderdaad de karakters allemaal. Er zitten heel veel namen in, dus dat vond ik even verwarrend soms. De schrijfstijl was natuurlijk niet heel vloeiend, vond ik. Wat op zich niet heel erg is, maar in combinatie met die namen vond ik dat even een beetje verwarrend. Ik moest echt even inkomen in het verhaal. Ik dacht echt, wat ben ik aan het lezen? Na een tijdje kwam ik wel iets meer in het verhaal en ik vond het leukste om te lezen vanuit Joyce. Ah ja. Dat vond ik echt het leukst. Ja, ik vond haar ook echt leuk en ik weet niet, ik vond dat gewoon ook veel duidelijker. En het andere vond ik een beetje hak op de tak of zo. Ik vond het saai. Ja? Ja. Zeg maar, ik heb wel een paar keer gehad, ik denk 3 keer, dat ik een beetje zo moest grinniken. Ik dacht, oh grappig. Mm-hmm. Maar dat was dan ook wel. Ik had niet een connectie met het boek terwijl ik het las, waardoor ik echt geen zin had om het boek verder te lezen. Oké. Okay. Uiteindelijk vond ik het einde wel gewoon een beetje goed in elkaar zitten en zo. En niet wat ik had verwacht dat het zou zijn. Ja, ik merkte gewoon als Joyce haar verhaal ging doen, dan stopte ik eigenlijk helemaal in het verhaal. En dan stopte dat weer en dan las je weer vanuit derde persoon. Ja, vond ik het weer niks eigenlijk. Dus ik weet het niet zo goed waar het dan aan ligt. Aan de schrijfstijl of aan de karakters of de combinatie misschien ervan. Misschien wel omdat het een wat oudere Britse man is geschreven. Dat het misschien een beetje, zeg je dat? Misschien wat sneller door een wat oudere doelgroep dan wij, wordt gelezen. Zeg maar... Ja. Ik weet het niet zo goed. Ik had echt gehoopt dat ik het leuk ging vinden. Ik ging er echt positief in, maar het merkte gewoon heel snel dat, dat dit niet voor mij was. Wel jammer. Het was wel leuk geweest als we een switch hadden gedaan en we het allemaal heel leuk hadden gevonden. Ik had het ook helemaal niet raar gevonden als ik dit wel heel leuk zou vinden, dat ik dan meer romanceboeken zou lezen. Maar dit was het gewoon niet. Nee. En het is ook niet dat ik dan nooit meer zoiets zou proberen. Nee, maar alleen maar in dit soort video's. Dit was ik zie het op de vlieg. Ja. Goed, niet goed. Hij zat net op mij. Echt? Oh. Maar ik dacht, we hebben misschien show gewoon... Show must go on. Show must go on. Het is jammer dat we niet allebei geen... zoiets hadden van wow. Ja, dat we geen 5 sterren voor elkaar hebben. Zo, dat zou leuk zijn geweest. Zo. Ik vond het in ieder geval wel een hele leuke video om op te nemen. En ik denk dat we het gewoon nog een keertje moeten doen. Ja. Ja, ik ben wel benieuwd wat je dan nog voor mij uit zou kiezen. Ja, ik denk dat ik nu wel iets beter weet wat je dan zoekt in een romance boek. Misschien kies ik dan wel geen romance boek. Maar... Ja, ik wil dan zeggen, het hoeft niet per se romance te zijn als je mij het ziet. Ik wil dat wel nog een keer proberen sowieso. Want ik vind het wel leuk als je een keer een romance boek leest die je echt leuk vindt. Dat zou ik echt leuk vinden. Ja. Jij niet. Zolang je maar niet 400 pagina's heeft. Ja. Gewoon 300 of zo. Dit vond je een beetje te lang. Ja. Te veel romantiek. Nee, dat niet zoveel romantiek. Hey. Dat is wat ik wel in het boek vond. Nou, als dat weer dan een steek in de fik. Hé, nu komt de avond met de naam. Leuk dat je bij mij deze video wilde doen. Nou, graag gedaan. Laat even weten in de comments wat jullie van deze video vonden. En dan hoop ik je snel weer te zien in de volgende video. Ja. Met Emo ook misschien wel. Wie weet. Doei!